Sense of Space is een reeks waarvoor we jonge kunstenaars vragen, internationale kunstenaars, om een site-specifieke installatie in het museum te maken, in een vaste ruimte. En het mooie aan die serie is dat je die ruimte dus elke keer ziet veranderen en daar kunstenaars op een andere manier op ziet reageren. And the aim with Sensory Spaces is to go beyond site specificity, but to start from the problem of space. In this case, we try as an institution to mark what could be seen as the first institutional solo show of the artist. En Alexandra is een jong iemand, werkt op een heel andere manier met materiaal en met beeld dan als je zou kijken naar kunstenaars bijvoorbeeld 10, 20 jaar terug. Baseert zich heel erg op de vloeibaarheid van het beeld, dat ook al door internet wordt bevestigd. En ook is niet iemand die per se beelden zelf bouwt, dus het gaat helemaal niet om die ambachtelijkheid. Het gaat veel meer over een conceptueel idee en die ze dan uitvoert in op verschillende manieren. What makes her position unique within the whole sensory spaces is that Alexandra grounds her research into the web, but that's not even the source or the beginning. It's an aspect of it. And by researching into the web, she at the same time looks forward and back. And then she has an extraordinary capacity in bringing out all these source and design a space around it. Met haar werk richt zich heel erg op het beeld. In deze zin, in deze installatie, zie je dat ze het beeld afdrukt. Dus je hebt eigenlijk al een reproductie van een beeld. En die beelden die komen voort uit renderings van computergeanimeerde beelden. En het verbeelden driedimensionale objecten of personen, maar het is plat. Dus je hebt daardoor al een soort stap weg van die realiteit die het representeert. Over die vloeibaarheid van dat beeld gaat ze weer verder door die reproductieprocessen letterlijk af te beelden, door machines af te beelden, bijvoorbeeld een kopieerapparaat of een scanapparaat die dat eigenlijk uitvoert. Maar ook zie je een apparaat wat 3D print, dus een 3D printer, en dan zie je langzaam een konijntje ontstaan. En dat konijntje is dan weer een referentie naar een soort standaard konijn, waardoor een bedrijf wordt gebruikt om steeds dat proces af te beelden. Dus eigenlijk is het niet zozeer het object zelf, als wel een referentie naar opnieuw dat productieproces. Ja, dit werk is refereert naar de eerste reproductie van een drukpers. Dus de drukpers als het begin van de boekdrukkunst in de 15e eeuw. En op den duur wordt die drukpers ook afgebeeld. Wat natuurlijk logisch is, dat eigenlijk door de eigen middelen wordt het middel zelf afgebeeld. En de eerst bekende afbeelding daarvan is uit een serie die gaat rond de dans macabre, de dodendans. Dus je ziet een combinatie van die drukpers met drukkers die daaromheen werken en de dood die hen meeneemt. En het gaat dan niet zozeer over dat die boekdrukkunst verderfelijk is, maar het komt uit een serie waarin duidelijk wordt gemaakt dat iedereen wordt meegenomen door de dood, ongeacht je beroep of je bezigheden. By representing skeleton, the artist also triggers a universal representation of the human figure. And also because of the iconography, it could be seen as very morbid or as extremely humorous. And that is left to the visitor. En waar ze verder mee speelt, en wat ook een heel belangrijk onderwerp is in haar werk, is dat zij op een subtiele manier de rol van de vrouw belicht. Omdat het skelet, zoals wij dat zien vaak, dus zoals het wordt gereproduceerd, meestal een mannelijk skelet is. En dat is niet iets wat ons direct opvalt, maar het blijkt dat als je naar het bekken kijkt van een man en een vrouw, dat daarin verschillen zitten. Natuurlijk om reproductie, om geboorte mogelijk te maken. En dat komt ook weer terug in die installatie. Daar moet je je van bewust zijn, omdat je dat niet zo herkent. De skeletten die je ziet, dat zijn, vermoed ik, omdat ik ze zelf ook niet herken, maar dat vermoed ik dat de vrouwelijke skeletten zijn. Maar je hebt ook één bot wat ze eruit heeft genomen en dat is het ilium, dat is een deel van het bekken. En dat is nou typisch één van die botten die verschillen bij een man en bij een vrouw. Dus zo weeft ze eigenlijk een vrouwelijk verhaal doorheen. In
this seventh edition of Sensory Spaces, the visitor won't be confronted anymore with a room, but more with a passage. It could be a street, it's a way more than a room, it's not encapsulated. A street could be seen as a line, which in a way, a line also combines the future and the past. Ik vind het interessant dat het platte vellen zijn. En als je daar van de zijkant naar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon een streep. Dan zie je het beeld ook helemaal niet. Maar als je ervoor staat, dan wordt het inderdaad een heel ruimtelijk spel. En dat gaat ze nog verder benadrukken door aan beide zijden van het folie lampen te plaatsen. I think Alexandra is an artist with a vivid, lucid idea of what she's capable and she's interesting to express through her work. Well, and in my view, she's capable to propose something completely different that we have seen so far, but at the same time grounded in research and history, so with the lineage. But the outcome is the physical and aesthetical outcome. It's very, very personal. Er zit heel veel dubbelzinnigheid in haar werk. En als bezoeker hoef je dat niet helemaal te ontrafelen om het werk te begrijpen. Let's say it's not a didactic work. The work doesn't want to teach anything, wants to provide an experience.